Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is echt mega lang geleden dat ik zo voor de camera heb gezeten. Dus ik moet hier oprecht weer heel eventjes aan wennen. Maar ik heb vandaag echt een super leuke video voor jullie. Of tenminste, ik denk dat jullie het echt heel erg leuk gaan vinden. Omdat ik hier echt niet normaal veel vragen altijd over krijg. Zoals de meeste van jullie wel weten, studeer ik muziektheater op Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Dit is een opleiding waar ik opgeleid word tot musical artiest, om het eventjes zo te zeggen. En ik krijg altijd echt ontzettend veel vragen over mijn opleiding. Over de audities, over hoe mijn lesdagen eruit zien. Over hoe überhaupt de opleiding eruit ziet. Want ik laat hier eigenlijk vrij weinig van zien op mijn YouTube kanaal en op Instagram. Jullie zien af en toe wel filmpjes dat ik aan het zingen ben. Of dat ik zeg ik ben nu aan het studeren. En nou ja, dat soort dingen. Maar echt heel veel van de opleiding krijgen jullie eigenlijk niet te zien. Dus daarom leek het me heel erg leuk om er een video over te maken. Ik hoop dat ik mensen verder kan helpen. Want er zijn heel veel mensen ook geïnteresseerd in deze studie die mij volgen. En ik hoop dat ik met deze video ook genoeg tips mee kan geven over, over dit vak en over de opleiding. Dus laat ik dit intro vooral niet langer maken en ga beginnen met de vragen. Ik heb dus via Instagram wat vragen gesteld. Mocht je me nou nog niet volgen op Instagram, doe dat dan zeker even. Ik plaats heel vaak dingen in mijn stories en daar kan je gewoon meer van mij zien. En als je dat leuk vindt, volg me dan zeker. Ik heb best wel veel vragen, dus laten we snel gaan beginnen. Eerste vraag is, stond deze opleiding altijd al bovenaan je bucketlist? Het stond zeker altijd al bovenaan mijn bucketlist om een opleiding te volgen in musical. Niet per se deze opleiding. Ik heb heel veel research gedaan naar opleidingen. En ik weet nog dat ik vroeger op de basisschool en de middelbare school altijd zei, ik wil naar kleinkunst in Amsterdam. Ik heb ook een tijdje gezegd, ik wil naar Codarts. Ik heb eigenlijk meerdere opleidingen een beetje op mijn lijstje. Frank Sanders heeft er ook zeker op gestaan. Maar uiteindelijk ben ik me gewoon gaan oriënteren. En ben ik erachter gekomen dat Fontys Muziektheater de opleiding is die ik heel graag wilde doen. Ik zal heel even kort een backstory vertellen over hoe dat bij mij is gegaan. Ik ben eerst naar de NME Junior Academy gegaan. Daarna wilde ik een andere vooropleiding doen. Ik wist niet zo goed wat. Toen ben ik terechtgekomen bij de MAF Jongeren. De MAF Jongeren zit ook hier in Tilburg. Zit letterlijk het gebouw naast Fontys. En dat is eigenlijk een vooropleiding voor musical ook. En het is echt super leuk. Super aan te raden. Echt absoluut, ben je nou tussen de, volgens mij mag je vanaf 14 ongeveer, tussen de 14 en de 18 en je wil graag een vooropleiding doen, ga dan absoluut naar de MAF Jongeren. Ik heb daar super veel geleerd, een super leuk jaar gehad en ik denk dat ik zonder de MAF Jongeren ook nooit op Fontys ben gekomen. Dus mocht je een vooropleiding zoeken, is die heel erg aan te raden. En daarna heb ik 2 jaar de vooropleiding voor muziektheater op Fontys gedaan. Ik was het eerste jaar, na mijn eerste jaar vooropleiding, helaas niet aangenomen. Dus toen heb ik nog een jaar vooropleiding gedaan. Ben ik achteraf super mega blij mee dat ik dat 2 jaar heb gedaan. Want daardoor was ik gewoon veel meer klaar voor de opleiding. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik 2 jaar langer les heb mogen hebben op Fontys. Dus dat is een beetje mijn backstory. Dan gaan we snel door naar de tweede vraag. En dat is, hoe ziet de opleiding er in zijn geheel uit? Ja, dat is best wel een lastige vraag eigenlijk, want hoe moet ik dat uitleggen? Maar goed, ik zal even wat vertellen over muziektheater. Fontys Muziektheater is een hbo-studie. De opleiding duurt 4 jaar. En daarin krijgen we ontzettend veel lessen over musical, over het vak. Ik zal zo meteen alle lessen die ik krijg voorlezen, dus dat komt zo meteen. Maar goed, je krijgt dus 4 jaar lang les. En elk jaar is natuurlijk een beetje anders opgebouwd. Elk jaar ga je weer een stapje verder. Ja, zo doe je bijvoorbeeld je eerste jaar is echt vooral lekker opstarten en alles lekker, nou, lekker leren. Weet je wel, je krijgt gewoon heel veel vakken en dan ga je lekker leren. Tweede jaar ben je al iets meer gevorderd. Dus ga je ook al iets meer solistische dingen doen. Bijvoorbeeld, we hebben altijd lunchconcertjes. Dat hebben we 2 keer in het jaar. En zeg maar, in je eerste jaar doe je vaak meer echt ensemblestukken, dus alleen met je klas. En dan krijg je wel een kleine solo en mag je in het tweede lunchconcert ook een duet gaan zingen die dan de docenten bepalen. In het tweede jaar krijgen wij al iets meer zelfstandigheid, want dan moeten we zelf de duetten gaan bepalen. Dus dan mag je zelf kiezen wat je graag wil zingen.
Dan in je derde jaar krijg je nog meer vrijheid. Want dan krijg je ook de solo's bij koor. En dan moet je ook een overgangstentamen doen waar je eigenlijk een solovoorstelling maakt. En in je vierde jaar gaat het vooral om afstuderen en maak je uiteindelijk ook een afstudeervoorstelling. Dus dat is een beetje kort en bondig hoe het in elkaar zit. Maar zo zijn de jaren een beetje opgebouwd. Dus dat. Het is zoveel om te vertellen. Oh, dit wordt een lange video denk ik. Maar goed. De derde vraag is, hoe zag de auditie eruit? Ik denk dat dit een vraag is die ik echt het meeste krijg. Want ik heb gewoon heel veel volgers die zelf ook graag auditie willen doen. En iedereen wil natuurlijk heel graag weten hoe zo'n auditie er nou eigenlijk uitziet. Ik heb 3 jaar lang auditie gedaan, dus ik denk dat ik er genoeg van af weet inmiddels. In de eerste ronde ga je zingen. En ga je dansen. En de dansauditie is zeg maar voor alle twee de richtingen. Je hebt 2 richtingen op school. Muziektheater en musicaltheater. Die komen eigenlijk samen. Dus het is een open dansauditie zeg maar voor allebei de richtingen. Dus die dansauditie, even een spoiler, is ook best wel pittig. Ik ga zo meteen het verschil tussen muziek en musicaltheater uitleggen. Die eerste ronde dansauditie is best wel pittig. Je krijgt een balletauditie en een jazzauditie. Daar moet je je even doorheen slaan. Maar maak je niet druk. Als je voor muziektheater komt, dan weten ze dat je vooral voor het zang- en spelgedeelte komt. Dus als je dans niet zo heel erg goed is, maak je alsjeblieft niet druk. En dus een zangauditie gewoon voor de docenten, voor de zangdocenten. En dat is superleuk. Je moet dan 2 nummers meenemen. Een uptempo en een ballet. Ja, dat is eigenlijk gewoon hartstikke leuk. De tweede ronde is weer zingen, een monoloog doen en weer een dansauditie. En die dansauditie is alleen met mensen die voor muziektheater komen. Dus dat niveau is al beter te doen en is ook superleuk. En dan de derde ronde is een hele dag waarin je eigenlijk allemaal spelworkshops krijgt. En je moet ook weer zingen. Dat is vaak heel kort, want ze hebben je op zich op dat moment al wel genoeg gehoord. Maar dat zijn dan gewoon nog de laatste dingetjes die ze dan even uit je willen krijgen. En dat is de derde ronde. En hoor je of je bent aangenomen. Hoe kan je je goed voorbereiden op de auditie? En dan neem ik gelijk de volgende vraag ook even mee. En dat is, hoe vind je het perfecte auditienummer? Ik wil gelijk even met de deur in huis vallen. Het perfecte auditienummer bestaat niet. Die is er niet. Alles is goed. Prent dat even in je hoofd. Alles is goed. Je moet zingen wat jij goed kan zingen. Je moet iets doen wat jij goed kan. En je moet niet nadenken, oh, is dit niet te cliché? Oh, dit nummer wordt al zo vaak gezongen. Oh, ik moet iets origineels vinden. Onzin. Daar gaat het helemaal niet om. Al zingt de hele wereld On My Own van Les Miserables, maakt niet uit. Als jij dat fantastisch goed kan zingen, ga dat dan alsjeblieft zingen. Zo simpel is het. Dus nee, het perfecte nummer bestaat niet. Die docenten die hebben sowieso alles al voorbij horen komen. Dus origineel kan je toch niet meer zijn. Ja, hoe je het beste kan voorbereiden op de auditie. Zorg dat je het nummer goed kent. Dat je je monoloog goed kent. En verder gewoon lekker jezelf zijn. Ga daar gewoon lekker staan en je ding doen. En meer dan je best kan je niet doen. En ook niet bang zijn voor de jury, ik vind dat een stom woord, voor de docenten, want ze zijn allemaal super lief en ze hebben allemaal het beste met je voor. Dus ook probeer om niet te zenuwachtig te zijn. Je weet toch niet wat ze zoeken. En er komen gewoon ontzettend veel mensen op af. Geniet er een beetje van, want het is ook best wel leuk om te doen. Dus dat. De volgende vraag is, en ik bedenk nu dat ik die misschien beter weer meer aan het begin had moeten doen, maar goed. De volgende vraag is, wat is het verschil tussen muziek en musicaltheater? Ik heb het er net al een paar keer over gehad. Deze vraag is binnen de opleiding ook nog steeds af en toe een struggle, want er worden vaak een beetje verkeerde dingen over gezegd. Maar ik zal het nu gewoon zo kort mogelijk vertellen. Muziektheater is vooral gericht op zang en spel, maar je krijgt ook dans, alleen niet zo heel veel uren. Vergeleken met musicaltheater. Musicaltheater is gericht op zang, spel en dans. Maar dans is hun hoofdvak. Bij ons is zang het hoofdvak. Bij hun is dans het hoofdvak. Dus om het even te schetsen. Wij krijgen zo'n 6 uur dans in de week. Zoiets. Zij echt 15, 16 uur dans in de week. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar
zoiets in die richting. In ieder geval veel meer dan wij. Dus dat is een beetje het verschil. Dus ben jij meer een danser die ook kan zingen en acteren, dus die het een beetje alle drie heel goed kan, ga lekker richting musical theater. Ben jij iemand die heel erg van zingen en spelen houdt en dansen gewoon ietsje minder, ga dan richting muziektheater. Zo simpel is het. Maar allebei de opleidingen zijn gewoon supergoed. En met allebei de opleidingen kan je in het vak komen. Het is gewoon... Het heeft er gewoon echt mee te maken wat jij het liefste doet. Dus ja, dat. Heb je een vast rooster? Ja, ik heb zeker een vast rooster. Sommige dingen kunnen nog wel eens veranderen. Maar de meeste dingen zijn gewoon vast. Dus dat is heel erg fijn. Het is niet dat het per week anders is. Wat voor soort vak krijg je? Nou, ik heb... Heel goed voorbereid. Ik heb namelijk alle vakken die ik krijg heb ik opgeschreven in mijn telefoon. Dus ik ga ze nu gewoon opnoemen. En dan weten jullie het. We krijgen elke week privé zangles. 3 kwartier lang. We krijgen liedinterpretatie 2 keer in de week. 1,5 uur. We krijgen zangtechniek. We krijgen groepszangles. Dat is dat iedereen om zijn beurt gewoon gaat zingen. En dan gaat de docent met je werken. Maar dan is iedereen erbij. Dus dan kan je naar elkaar kijken. Dit vak is in het 2e jaar erbij gekomen. In het 1e jaar hadden we die niet. We hebben ensemble. Dat is met de klas samen. Ensemblezang. We hebben koor. Dat is met muziektheater 1, 2 en 3. En soms nog een paar van 4. Ja, dat is het muziektheaterkoor. Dus dan gaan we lekker allemaal grote bombastische stukken zingen. Dat is echt geweldig. We hebben pianoles. Elke week. Acteurstraining. Theateratelier. Dat is ook een vak die in het 2e jaar erbij is gekomen. En dat hebben we maar voor 1/2 jaar. Maar dat is wel een vak. We gaan daar ons eigen theaterstuk maken. Dan hebben we jazz. Dat hebben we 3 keer in de week 1 uur. Ballet 2 keer in de week 1 uur. Tap 1 keer in de week 1 uur. We krijgen ook spreekstem. Dat heeft allemaal met articulatie en je stemgebruik in spreken te maken. Dat is ook heel belangrijk. We krijgen SLB, dat is studieloopbaanbegeleiding. Ja, dat is gewoon een soort mentoruurtje die je op je middelbare school ook had. Dan hebben we dramaturgie / musicalgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, kennis van het instrument. Dan leer je alles over je stem en over alle stemvakken en over technieken en dat soort dingen. Solfège, dat is muziektheorie. En dan heb ik nog in mijn 2e jaar nu 2 extra vakken en dat is methodiek en onderwijskunde. En methodiek en onderwijskunde heeft met mijn minor te maken. Want ik ga binnenkort beginnen met zanglessen geven. Dus die vakken heeft niet iedereen. Maar alleen de mensen die de minor volgen. Hoe lang heb je school op een dag? Ik zal even mijn rooster erbij pakken. Dan kan ik het precies vertellen. Op maandag zit ik van 20:45 tot 16:45. Op dinsdag zit ik van 11 tot 7. Op woensdag zit ik van 9:30. Tot 7. Op donderdag zit ik van 9:30 tot 6. En op vrijdag zit ik van 9:45 tot 5:30. Dus ik maak op zich wel redelijk lange dagen. Maar ik vind dat persoonlijk heel erg chill. Dus ja. Ben je soms niet bang doordat dit geen zekerheid geeft op een baan in de toekomst? Ik persoonlijk ben eigenlijk helemaal niet bang. Ik heb ervoor gekozen. Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen. Het is al mijn passie sinds dat ik super klein was. Ik weet gewoon 100.000% zeker dat dit het vak is wat ik later wil gaan doen. En ja, daar zit zeker onzekerheid bij. Want je weet nooit of je een rol krijgt. En of je wel aangenomen wordt in musicals. Maar ik probeer daar niet te veel over na te denken. Want ik werk keihard. En ik zal, als ik afgestudeerd ben, ook keihard werken om rollen te krijgen. En ik geloof er gewoon heel erg in als persoon dat als je iets echt heel graag wil en daar ook keihard voor vecht, dan gaat het gewoon lukken. Dus ik maak me niet druk, om heel eerlijk te zijn. En mocht ik geen baan vinden, dan vind ik wel weer iets anders waardoor ik mijn geld ga verdienen. Dus no stress. Als je nog nooit in een musicalproductie hebt gestaan, maak je dan minder kans? Nee. Absoluut niet. Ik denk dat er op de opleiding meer mensen zitten die nog nooit iets hadden gedaan hiervoor dan mensen die wel wat hadden gedaan hiervoor. Tuurlijk is iedereen er wel altijd al mee bezig geweest en heeft iedereen wel gewoon op theaterscholen gezeten en zanglessen gevolgd of whatever. Maar echt niet iedereen heeft al in een professionele productie gestaan die hier wordt aangenomen. Dat komt echt niet heel vaak voor en dat is ook echt totaal niet nodig. Het belangrijkste is dat je talent hebt en passie en dat dit gewoon is wat je het liefste doet. En
dat je het ook wel kan, natuurlijk. Waarom koos je Fontys en niet een andere opleiding? Dat vind ik best wel een goede vraag, want er zijn natuurlijk meerdere musicalopleidingen in Nederland. Ja, ik heb voor Fontys gekozen omdat dat voor mij sowieso een hele goede sfeer had. Ik kwam daar voor het eerst toen. Ik voelde gewoon gelijk zoiets van, ja, hier wil ik op school zitten. En ook hoe de lessen worden gegeven en waar de focus ligt, is voor mij gewoon heel erg een reden waarom ik voor deze school heb gekozen. Zang is op deze school gewoon heel erg belangrijk. En voor mij is zang ook heel belangrijk. En je krijgt gewoon echt knijtergoede zanglessen. Als ik de mensen zie die hier zijn afgestudeerd, dan weet ik gewoon weer dat ik de goede keuze heb gemaakt. Want er komen gewoon fantastische zangers van deze school af. Ja, wat voor mij ook wel heeft meegewerkt, is dat gewoon heel veel mensen die deze opleiding hebben gedaan ook echt werk hebben. De volgende vraag is, hoe zwaar weegt het dansen en is de dansauditie belangrijk? Zoals ik al eerder had verteld, dansen weegt niet super zwaar op onze opleiding. Tuurlijk moet je er wel een beetje aanleg voor hebben. Als je echt helemaal niks kan qua dans, dan wordt het wel lastig. Maar je hoeft absoluut niet heel veel techniek al te hebben en al super goed kunnen dansen. Ik ben ook absoluut geen danser. En er zijn echt meerdere mensen op onze opleiding die echt absoluut geen dansers zijn. En ja, wat ik zeg, tuurlijk moet je er een beetje aanleg voor hebben. En tuurlijk moet je wel een beetje kunnen bewegen en dingen kunnen oppikken. Maar je hoeft echt niet een danseres of een danser te zijn. Absoluut niet. Volgende vraag is, moet je echt alles al goed kunnen of letten ze ook op potentie? Ze letten zeker ook echt op potentie. Je hoeft echt niet overal de beste in te zijn. Ik denk wel dat als je aangenomen wil worden op deze opleiding, dat je wel al op een bepaald niveau moet zitten. En dan voornamelijk qua zang. Ja, zang is wel heel belangrijk. Je moet wel goed kunnen zingen om op deze opleiding aangenomen te kunnen worden. Daar kijken ze wel echt het meeste naar. Dus ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Je moet wel echt goed kunnen zingen, wil je aangenomen worden op deze opleiding. En qua spel en dans kunnen ze ook heel erg kijken naar potentie. Daar hoef je echt dan niet een ster in te zijn. Maar zang is wel iets heel erg belangrijks. En dat is zeker iets waar ze wel streng naar kijken. Ben je buiten school veel tijd kwijt aan voorbereidingen en huiswerk en zo? Ja, best wel eigenlijk. Want ik heb net opgenoemd hoeveel lessen ik heb en hoe lang ik les heb. Maar daar moet je ook nog bij rekenen dat ik in principe elke dag zeker wel minimaal een uur zang wil studeren. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel mijn doel elke dag. Dus, of soms langer zelfs dan een uur. Dus ik ben buiten school ook heel veel aan het studeren als in zang aan het studeren. Dan heb je ook gewoon nog huiswerkopdrachten van de theorievakken. Ook van de praktijkvakken trouwens. Dus daar ben je ook nog mee bezig. Dus ja, ik ben eigenlijk wel de hele dag bezig met school. Eigenlijk echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Tuurlijk bouw ik ook wel eens momentjes in dat ik ook gewoon even lekker ga Netflixen en niks ga doen. Maar eigenlijk ben ik wel elke dag de hele dag bezig met school. Wat dat betreft is het soms best wel zwaar. Want je bent wel mentaal echt letterlijk alleen maar met school bezig. En dat is soms best wel even pittig. Maar ja, het is als het goed is iets wat je leuk vindt. Dus dan hou je het wel vol. En dan de laatste vraag is, wil je een keer een schooldag uitleggen / filmen? Ik heb hier al heel vaak over nagedacht, want ik wil dit heel graag doen. Maar het is gewoon ontzettend lastig, want niet iedereen in mijn klas wil in beeld komen. Of wil daarmee op YouTube komen. Lessen filmen, dat gaat eigenlijk niet. Want er zijn gewoon, je bent altijd met je klasgenoten. Dus er zijn altijd mensen die niet willen dat ze online komen. En dat snap ik ook helemaal, want je bent op school om te leren en niet om het al perfect te doen. Ik ga een keertje kijken of ik het een soort van in de minimale vorm in mijn weekvlog kan doen. Maar ik kan niks beloven, want het is gewoon heel erg lastig. Vooral omdat je gewoon, je bent niet alleen daar. Je bent met een hele klas en niet iedereen wil met zijn kop op YouTube. En dat begrijp ik en dat respecteer ik. Ik hoop dat jullie daar ook begrip voor hebben. Maar ik hoop heel erg dat deze video jullie al een iets duidelijker beeld heeft gegeven. De video is enorm lang geworden. Sorry daarvoor, maar ik heb alles proberen uit te leggen in deze video. Mochten jullie nog meer vragen hebben, stel ze in de comments. Ik zal proberen om dan nog wat dingen te beantwoorden. En ja, ik hoop dat het allemaal duidelijk is nu. En dat jullie nu een beetje meer snappen van wat ik allemaal doe op school. En ja, dan was dit de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!